Het is weer tijd voor een unboxing van Razer. Want jazeker, het Amerikaanse gamingmerk Branded Lifestyle for Gamers heeft ons toegestuurd de Nomochroma. En dan kijk je en dan denk je, wacht, zijn dat speakers? Ja, dat zijn speakers. Het is weer eens een keer zover, jongens. Wij gamers, we denken natuurlijk meestal aan headsets. Als wij denken aan audio. We gamen meestal met headsetjes op, zit ook meteen een microfoontje in. Maar sommige merken hebben zoiets van, af en toe moet je ook gewoon proberen te pleasen met een boxenset. En dit is een 2.0 setje. Ze hebben deze ook in een 2.1 setje. En ze hebben deze ook in een nog iets kleinere versie. Pro-versie, maar dit is de Chroma-versie. Die werkt ook op USB en heeft dus, jazeker, u zag hem al aankomen, RGB-verlichting. Jee, we zijn weer zover. Goed, we proberen hem open te maken. Het is een beetje een, ja, misschien kan ik de doos draaien, maar we kunnen natuurlijk ook een beetje van bovenaf filmen. En dan gaat dit er zo uit. Oh. Dit hevelt over. Dit moeten de boxes dan zijn. Het zijn 3-inch speakers. Tik tegen de camera. We moeten even kijken hoe we dit... Volgens mij staan hier de handaanwijzingen op. Ik heb niet de moeite genomen om die te lezen. Dus we gaan het gewoon... Ja, maar dan moet je... Oké, je moet ze eruit schuiven. Razer zegt het zelf ook. Oké, dan gaan we dat proberen. Oh, kijk, ja. Dit is the way to go. Dit is the way to go. Dan mag deze doos weg, want die is leeg. Ook een kale doos, als ik heel eerlijk ben. Als ik denk aan de principes die Razer meestal heeft. Het zijn altijd hele mooie Apple-achtige doosjes. Dit iets minder, maar halen we zo wel... Mooi het hele systeem open. Allereerst hebben we hier waarschijnlijk een setje kabels. Sowieso de literatuur. Altijd fijn om erbij te hebben. Dat je weet van, oh oké, zo werkt het. Dit is het ongeveer. Dan weet je wat je gekocht hebt. Mooi. Krijgen we wat kabeltjes. Natuurlijk een power cord. Die natuurlijk ook een universele adapter heeft. Maar daar krijg je natuurlijk wel, ja, vrij logisch, de Nederlandse universele Europese stekker bij. Inderdaad wel zo handig. En een aux jack. Want je kunt hem niet alleen aansluiten op USB. USB heb je natuurlijk sowieso nodig voor de lichtjes en dergelijke. Voor de Chroma RGB verlichting. De aux jack zit er ook bij. Dat je ook gewoon je mobiel erin kan prikken of even het uit kan snoeren op wel een headsetje. Het ligt er maar net aan wat je wilt. Waar het natuurlijk om draait hier, is natuurlijk de speakerset zelf. Dus die halen we dan ook snel open. En ik moet zeggen, het zijn aardig massieve dingen. Ze zien er een beetje uit alsof het een soort van windtunnel idee probeert te pretenderen. het lijkt op de meest gigantische webcam aller tijden. Maar het is echt een soort van kanon gewoon. Ik voel me een beetje Rick van Rick and Morty, heb ik het idee. What do you do is bolt the favor and pull the trigger! Do it, motherfucker! Hoe dan ook. Dit is dan het eerste model en je ziet hier ook al aan dat er een volumeknop op zit en een basknop voor zover ik weet. Waarschijnlijk kun je die ook anders instellen met de software. Dat krijg je natuurlijk van als het een USB gerelateerd product is. Maar haal er ook even snel die tweede eruit, want die moet natuurlijk ook op elkaar aan worden gesloten. En als je ze dan op elkaar aansluit, dan kun je het hele setje aansluiten op je PC of waar je het ook op aan wil sluiten. Je hebt er in ieder geval een PC nodig voor de lampjes. Hoe dan ook, die lampjes die gaan we dan ook zeker even aansluiten zodra we beide speakers aan elkaar hebben genaggeld. En dat gaat dus natuurlijk ook met een soort van tweede kabel die van de hoofdunit naar de linkerunit gaat. Die prik je er dan in als een soort van S-video lijkt het wel een beetje. Doet mij denken aan een S-video, volgens mij is het ook een S-video. Klikken we hem in, zijn ze op elkaar aangesloten en dan gaan we het hele setje ook eens aansluiten op mijn laptop. Die hier onder het desk staat, dan zul je zien hoe ze eruit zien met een Chroma verlichting. Dit is altijd zo gehad. There we go. Als het goed is, hebben ze nou nog geen stroom. Oké, ja, zo gaan die dingen. Je zou zeggen, nou, ik ben eigenlijk wel blij dat deze dingen geen stroom via USB hebben. Want dat wil natuurlijk wel zeggen dat hun voltage sowieso wat hoger ligt dan de gemiddelde USB aan kan. Dat kan eigenlijk alleen maar boekdelen spreken over de kwaliteit, zou je hopen. Maar goed, dat gaan we allemaal ervaren als we de review induiken. We sluiten deze even aan. Dan zullen we ook eens even de stroom aansluiten om te kijken hoe het echt werkt. Please stand by. Oh, there we go. There we go. Oh ja, hier komen ze. Alright. Dus ze zijn nu aangesloten en je ziet dat de lichtring aan de onderkant aardig goed werkt. En dit is dan de Razer Nomochroma set. En ja, we gaan binnenkort helemaal behandelen hoe sterk deze, ja, soort van dual-wield soundguns zijn. Hoe ze klinken en of het het waard is om deze dingen in huis te halen. Dat allemaal en meer op gamersnet.nl. Binnenkort natuurlijk in Gamersnet Gear elke week, elke dinsdag. Een video-review over een product en dan komt er vaak nog een geschreven review bij op gamersnet.nl. U bent welkom. Als je er vragen over hebt, laat het me weten. En dan gaan we binnenkort verder met deze dingen in vol ornaat behandelen. You motherfucker! Do, do, do! Do, do, bo, bo!